Nou, Lina zat al klaar in de vensterbank. Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Vandaag weer een pizza video. En vandaag maak ik een berenklauw pizza. Ik had pas al een keertje frikandel berenklauw gemaakt. Op verzoek van mijn collega Gerolf. Was onwijs lekker. En toen dacht ik ineens, berenklauw pizza. Dus ik heb deeg gemaakt. Niet een dag van tevoren, daar had ik geen tijd voor. Dus ik heb het vanmiddag gemaakt. Ongeveer 200 gram 0.0 bloem. En dan 50 gram griesmeel, ongeveer 3,5 gram instant gist, half zakje, 4 gram, 150 milliliter handwarm water, dan 1 theelepel suiker, dat is om de gist te activeren, dat doe je bij de gist, dan doe je een klein beetje van het water erbij, zo. Mengen. Dan 1 theelepel zout bij de bloem en griesmeel. Mengen. Nou, gooi ik het gistmengsel erbij. De rest van het water. Nou, even mengen. 10 minuten kneden. Kijk eens. Wat een prachtig deeg weer. Afdekken met plastic. Het heeft een uur gerezen. Het staat nu ruim 40 minuten even te rusten in de koelkast. De oven achter me is klaar, is op temperatuur, dus het kan gelijk beginnen. En ja, berenklauw, berenhat, want berenklauw is een beschermde naam. Maar die wil ik vast wel gebruiken voor mijn pizza. Dat is een schijven gehakt met schijven ui op een spies. Pindasaus eroverheen. Berenklauw, berenhat. Normaal maak ik mijn gehaktballen altijd zelf, maar ik ben nu heel benieuwd een keer naar deze van de Hoogvliet uit het versvak. 4,99 voor 2 gehaktballen, 300 gram. Ben benieuwd. Lekker makkelijk ook, weet je wel. Ik hoef alleen maar schijven te snijden. En ik ga eerst even een stukje proberen, omdat ik zei heel benieuwd ben naar deze gehaktballen. Nou, die zijn nog gaan natuurlijk, die hoeven maar 3 minuten of zo. Ik ga niet kijken naar de bereidingswijze verder. Nou, het zit in een zwart plastic verpakt. En dit moet genoeg zijn. Oeh, er zit heel veel vet aan, zie ik nu al. Lina wordt helemaal gek. Twee ballen in. Oeh, kijk wat een vet eraan zit. Maar het ruikt heel lekker. Ik ga even één stukje afsnijden om te proberen. Prima gehaktbal. Als ik ze zelf maak, zijn ze lekkerder, maar ik geef deze toch wel een 7,5. Gaat perfect voor op mijn pizza, denk ik. Nou mensen, ik heb trek, honger. Het is 6:10, dus ik ga gauw beginnen. Blijf vooral kijken. Ik ga even de ingrediënten verder laten zien, poes. Oven, klaar voor gebruik. Nou, dan heb ik hier de gehaktballen, die ga ik gewoon in schijven snijden natuurlijk. Ik heb hier pindasaus, er staat weer satésaus op, vind ik een beetje jammer. Kant en klaar, lekker makkelijk. Ik heb hier, ik doe er wat gebakken uitjes overheen, gedroogd, dat lijkt me lekker. Nou, hier bloem voor het rollen van het pizzadeeg. Daar zal ik nog over van het maken van het deeg en ui. Nou, even het deeg bekijken. Oh, ik weet niet of ik het al had gezegd mensen, maar ik gebruik de hele bol in één keer voor één pizza in plaats van dat ik er 2 van maak. Wow. Nou. Nou, dit is echt huge geworden. Ik hoop niet dat het te hard is gerezen. Maar goed, ik haal even alles aan de kant. En voor de pizza. Ik ga deze vast openmaken. Eén keer pakken. En ik doe er geen kaas op. Even kijken mensen. Even alles klaarzetten. Oh, ik ben te enthousiast. Ik moet eerst die uiringen snijden. Ik doe eerst wel even de gehaktballen snijden. Sorry poes. Die ging even te hard in het afdruiprek.
snij ik het gehakt in schijven. Niet al te dik, want het gaat natuurlijk op de pizza. Oh, heb ik nou Lina al een stukje gegeven? Nee, dat ga ik zo even doen. Ik hou het een beetje apart. Dat vindt ze wel lekker, denk ik, een stukje. Even wat vet weg. Dan draai ik hem gewoon even om. Nou, een uitje. Ik doe ze ook niet te dik, vanwege dat het op de pizza gaat. Ik doe er één ui wel genoeg is. Hoop ik. Even kijken. Het gaat er zo op gewoon. Als... Nou weet je, ik snij gewoon nog een ui en wat ik over heb, dat gooi ik wel weer in de koelkast voor het anders een keer. Nou ben ik benieuwd mensen of het gaat lukken weer met de hand, anders doe ik gewoon de deegroller. Omdat het natuurlijk niet zo lang heeft gerust in de koeling. Dus het is minder elastisch waarschijnlijk. Altijd weer spannend dit. Nou, bloem. Het deeg. Het is wel mooi luchtig. Het is ook heel elastisch wel. Dat komt ook omdat ik 0.0 bloem heb gebruikt. Dat doe ik sinds kort, dat weten jullie wel. Dat is echt 10 keer beter. Dus als je hem zeg maar stretcht, zo, dan moet je eigenlijk niet te hard drukken erop. Kijk, het is heel elastisch mensen. Dus dat gaat wel goed komen, zo hoop ik. Nou, als het misgaat, dan kan de rand een beetje vrij houden. Nou, het is zeer elastisch. Dat komt echt door die 0.0 bloem, want dat heeft veel meer gluten dan gewone patentbloem. Even kijken naar de grootte. Dan meet ik hem even met de... Ja, perfect. Pindasaus. Dan doen we gewoon hetzelfde als met de tomatensaus, gewoon met de lepel zo. Sorry Italianen. Ik ga maar even een andere video kijken. Of ga zelf een pizza maken. Het is natuurlijk weer vloeken in de Italiaanse keuken. Ik ben echt benieuwd. Voor mij moet dit wel heel erg lekker worden. Ik vind het wel een goed idee. Een idee wat weer voortkomt uit een idee van iemand anders. Dus dat vind ik leuk. Nou, dan gaan we de ui ringen. Gehakt schrijven. Mag wat beter. Nee, maakt niet uit. Ik wou zeggen, ik had beter eerst wat gehakt kunnen doen, maar dat maakt geen klap uit. Je. Dan heb ik ook nog wat gehakt over. Even kijken. Hier nog een stukje. En nog wat meer ui. En dan doe ik hem ook gewoon even een beetje nog als ringetjes zo. Een beetje eroverheen. En dan doe ik die gebakken uitjes na het bakken. Het meest spannende moment. Even wat bloem op de schep ook. Tegen het plakken. Nou mensen. Ja, gelukt. Hij ligt iets over de rand van de steen. Ja, nou ligt hij goed. Spannend altijd zeg. Kijk eens, wordt prachtig. Gaat er helemaal goed komen. Ik ben benieuwd. Hij is klaar. Wauw. De rand is prachtig. Hier. Toen ik hem net op de steen gooide, toen hing hij met een klein beetje over de rand van de steen. Dus ik moest hem even verder naar binnen duwen. Maar hij ziet er prachtig uit. Bam. Zo dan. Nou, dat is een goede maaltijd. Prachtig. Ik heb echt trek. Honger. Nou, dan doe ik als laatste. Dat is gewoon lekker als extraatje een beetje gedroogde uitjes. Want ik doe er geen kaas op, dat hoort ook niet op een berenklauw. Maar dit is wel een lekker extraatje. Gewoon op die pindasaus. Tada! Pizza berenklauw perenhap. Dat zal mij benieuwen. Zo. Lina! Nou, je bent geneerd, dan pak ze hier zo zelf al gelijk. Oeh, is echt Amerikaans. Dikke bodem, dikke rand. Nou, kijk. Ja, heerlijk mensen. Ja, deeg is goed gelukt.
Heerlijk. Nou mensen, jullie hebben weer wat te doen. Binnenkort, vandaag of morgen. Goed mensen, ik ga even rustig mijn pizza berenklauw opeten. Goed mensen, fijne dag en tot donderdag. Doei!